Dat vind ik echt heel cool. En, oh, het is ook gewoon al bijna af. Wauw. Ja, ja, dat was de ene laatste. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Noord en Zernaya spelen Forgecraft Evil. En vandaag is weer een nieuwe aflevering. En vandaag gaan we nu tegenaan. En check deze gun. En aan de zijkant heeft hij er ook nog, hè? Waar? Oh, ik heb... Eigenlijk aan de onderkant is echt zijn simpele gun. En dan aan de zijkant is hij wat moeilijker te zien. Maar echt naast zijn oog, aan de zijkant, zitten ook twee van die guns. Heb je het kunnen zien? Ik probeer ze even in beeld te krijgen. Ja, ik denk dat je nu aan de goede kant staat. Die beetje platte guns. Ja, die beetje platte, ja. Ik weet niet hoe ze schieten, maar het zouden guns moeten zijn. Gruwelijk. Ja, dat is echt wel een dikke gun. Oh ja, als er nou nog monsters zouden komen, dan zouden we dat ook kunnen zien, maar... Als wij kolen zouden stoken, dan zou dat vast wel gebeuren. Ja man. Oké. Oh. Wauw. Wat een timing. Ja, maar het probleem is, ze komen meestal niet in de buurt. Want we hebben... Net tussen de afleveringen door hebben we ook onze lasertorentjes geüpgraded. Mark 3. Ja, 3. En toen bleken die wel opeens ziek veel beter te zijn. Echt heel veel beter, ja. Die hebben gewoon een range van 72. En dan denk je zo van, oké, 72 blokjes, dat is wel veel. Ja, als je het vergelijkt met de vorige, die waren 20. Dus ja, die monsters komen niet eens meer in de buurt. Yep. Schiet gewoon lekker iedereen overhoop. Echt heel chill. Maar ja, dat we gaan vandaag niet aan defense werken, want dat is volgens mij wel weer op orde ondertussen. We hebben natuurlijk Spider-Bro die ons helpt. Thanks man. Awesome. Wij zitten een beetje verlegen om nikkel, titanium, en daar hebben we dus wat aan gedaan. Ik zal even laten zien naar de smelterij. Die loopt hier de hele tijd vast. Kijk, zie je al die blauwe? Er komt ontzettend veel van binnen, van titanium. En dat komt omdat eigenlijk het hele vervoer van titanium, van de erts en van de, ja, van de erts naar de hoofdleiding en de hoofdleiding naar boven, is allemaal minecarts. En dan, ja, dan loopt het hier gewoon een beetje vast. Beetje druk. Dus wat ik al gedaan heb, is ik heb de motors heb ik gedowngrade. Dus ik had van die magnetic motors, die waren volgens mij 64 keer zo goed of zo. Ik heb ze niet bij me. Maar ja, van die hele goede, die magnetics, ben ik al gedowngrade naar die daarvoor. Die 3200% doen in plaats van 6400%. En ik zal je laten zien hoe ik nu bijvoorbeeld het nikkel een nieuwe node voor moet aanboren. Let's go. Is het deze? Ja, het is wel. Staat min 500 op het bordje. Klopt. We gaan naar min 400. Kijk, dus hier is onze hoofdleiding van lasers met stroom die naar beneden komt. We zijn nu geteleport. Misschien laat ik het wel even zien op de map. Dus in het midden zie je mij. Dat ben ik. En je hebt zo die drie paarse lijnen. Dat is de lasers die naar beneden komen. Hier rechts in beeld zie je minecarts. En dan als je hier naartoe gaat. Hier zijn de minecarts. Die komen van het titanium. Die gaan van hier. Gaan ze naar de hoofdleiding. Worden ze overgezet. Gaan ze boven. En nu heb ik dus een nieuwe. Dit kan weg. Dankjewel. En nu heb ik dus een nieuwe aangelegd. Hero. Met BFL's heb ik deze tunnel gegraven. Dus daarom ziet het er zo nice uit. Gewoon in één keer. Bam. Ik kan het iedereen aanraden. Als je paarse lasers hebt om... de Mark 3 lasers zijn dat. Als je die hebt om je stroom aan te voeren, dan is BFL echt gewoon bam 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 klaar. Kun je er gewoon op wachten. Zo snel gaat dat. Dus hier is het de hoofdleiding van de minecarts die naar boven gaat. Net waren we daarboven. En dit is de net... gehaalde ores. Dat zijn losse leidingen. En die komen hier vandaan. Dat is hier. Ja. Ik zal een klein beetje meer ruimte maken. Kun je het goed zien. Dus hierachter zit de ore extractor. Even eromheen. Dit dingetje. Ore extractor. En daar zit dus nu zo'n magnetic drill motor in. 32 keer speed en niet de 64 keer speed. En verder wat we heel graag willen eigenlijk, en waar we deze aflevering een beetje aan gaan werken. Dat is dat we andere cutterheads gaan gebruiken. Want als we nu hier in kijken, dan hebben we organic en steel cutterheads. En die organic cutterheads, ik zal het je laten zien. Dat zijn deze. Blam. Die doen 50% efficiëntie. Dus dat is echt heel erg bizar. Want de steelcutters doen maar 20%. Dus dat is 2,5 keer zo goed. Dat is echt fantastisch. Het enige nadeel is dat steelcutterheads, of organics, die doen
2.500 tegen 15.000 van de Steelcutter heads. Dus ze gaan ongeveer een zesde zo lang mee. Maar als je ze buiten krijgt, wel 5. Dus dat scheelt. En verder heb ik nog wat wiskunde voor je. Wat wel echt heel relaxed is. Kijk, ik zal het je laten zien. Als ik nou hier de nodes scan, dan zie je dat linksonder de total ore amount. Oh, het is iets meer. Oké, dus dat is 270.000 ore. Right? Okay. En als dan de efficiëntie daarvan 25% of 50% wordt, dan zit je op 135.000. De helft daarvan. En als je dat dan weer deelt door die 2.500, dan zit je ongeveer op. Oh god, hoeveel is het nou? Ik denk iets van 50, 60 van die cutterheads. Dus dat betekent dat als we zorgen dat er nou 50 à 60 van die dingen hierin zitten. Moet ik deze er even uithalen. Zo. Dan halen we super efficiënte ores hieruit. En dan hoeven we niet halverwege na te denken van, oh, we moeten nog meer steel cutterheads hierin doen. Of ik zeg de hele tijd steel, maar ik bedoel die organics. Het enige nadeel wat ik nu zie is dat als ik 50 nodig heb, dan heb ik toch wel iets meer nodig. Laten we er gewoon even flink wat bouwen. Oké, nu hebben we er al 20. Deze. Zo. Dus dat brengt dan eigenlijk op het volgende probleem. We willen meer van die organic cutters hebben. Ik heb alle pristine units opgemaakt, Sarah. Ik hoop dat je niet plannen mee had. Nee. Oh ja, nee, ik had geen plannen. Nee, dan. We zitten nu op 39 ervan. Dus dat is best wel prima. Oké, dus ik denk dat als we het nu met steelcutter heads afvullen. Zo. Dan gaat hij eerst de organics en daarna de steels gebruiken. Dan is dat best wel prima. Dan hebben we heel efficiënt hebben we al die ores opgehaald. Dus dat kan ik echt wel iedereen aanraden. Om dat gewoon eventjes op te zetten bij het begin. Zou ik echt niks meer aan doen verder. Dit is helemaal goed. En wat ook echt heel relaxed is doordat we zeg maar die drillmotors nu gedowngrade hebben. Het is best wel handig als je merkt van, hey, ik krijg veel te veel van dit of van dat. Dan kun je een beetje, door er een andere motor in te doen, kun je een beetje mee spelen met hoeveel je binnenkrijgt. Dat klinkt best wel logisch, maar ik dacht telkens van, ik doe gewoon het maximale. Maar dat is helemaal niet handig. Je moet een beetje. Ja, dan loop je opslag vol en zo. Je kunt toch niet allemaal uitgeven. Ja, precies. Het moet echt een beetje op elkaar afgestemd worden. Anyway. Dit sta je gewoon alles in balans hebben natuurlijk, maar ja, dat ja, is zou je dat gewoon van afstemmen, dat hij gewoon zegt van, dat je gewoon een bovenin, dat hij gewoon merkt van, hé, de opslag zit vol en dat hij dan zegt van, nou weet je wat, stop maar met het mijnen van dit, dat dan weer ophoudt of zo. Dat zou het mooiste zijn, maar dat zit er volgens mij niet in. Dat is, nee, helaas. Dat is wel jammer. Er zit best wel veel automatisering in, maar niet echt veel signaalverwerking en regeltechniek aansturing. Niet echt, nee. Helaas. Worden we nou weer aangevallen? Oh mijn god. We worden volgens mij continu aangevallen, maar ik heb nog geen monster gezien. Spider-Bro staat hier wel. Die staat daar ook even op de uitkijk. Zouden ze dan van deze kant komen? Dat zou leuk zijn. Oh, dat hij dat weet. Dat zou wel slim zijn als Spider-Bro dat weet. Maar ik denk het niet. Wat ik nu graag zou willen doen, is meer van die pristine stingers maken. Zo, hallo. Ja. Die moet ergens heen. Die heeft haast. Nou ja, fruit. Of een boete. Of allebei. Of gewoon zin om hard te gaan. Ik wil gewoon snel gaan. Laat me. Oké, rustig gaan. Dus wat we moeten doen is meer van die pristine stingers bouwen. En volgens mij kan dat gewoon. Hier. Kijk. Stinger. Deze. Ja, zie je? Je kan ze maken. Dan heb je de Recombined Organic Matter nodig. En als ik op help druk, dan gaat hij het vast uitleggen. Nee, helaas niet. Maar Sarah, jij weet het wel, toch? Zo yes, je vindt continu als je die insecten kilt, dan vind je van die niet zulke goede spullen. Ik ben eventjes kwijt hoe dat spul nou in het echt heet. Ga ik direct even nazoeken, anders wordt het zo'n half verhaal. Daar heeft ook niemand wat aan. Wacht, is het misschien. Is ruined. Gewoon ruined light chitin of ruined light. Alles wat ruined is, al die ruined dingetjes die je vindt, waar we echt heel veel van hebben. Oh ja, deze. Dat kun je dus omzetten in Recombined Organic Matter. En hoe doe ik dat? En hoe doe je dat? Dan heb je een apparaat voor nodig, want ik moet dat wel even nazoeken. Wel wat ik heel vast kan zeggen is dat je misschien wel weet dat zodra je natuurlijk apparaat stuur je aan met hier, die hoppers. Ik heb het gevonden. Ja, yeah, hij heette Organic Reassembler. Organic Reassembler. Oké, dus dan moet je, er staat er ook. Geef hem 10 van die Ruined Organic Parts, waar je het net over had. Yes. En dan maak je een single
Combined Organic Combined. Component. Dus dat betekent dat als wij 80 van die units inleveren, dan kunnen we twee... Dus voor 40 van die ruined stukjes krijgen we een... Een crafting recipe. Crafting. Krijgen we zo'n pristine stinger terug. Oh, pristine stinger, ja. Dat is best wel prima, denk ik. Ja, we hebben best wel veel van het spul. En in principe, als we aangevallen blijven worden en we zetten dat netjes op, dat het ook op afstand opgehaald wordt. We moeten inderdaad die Falkers wel iets dikker aanzetten. Want ik heb net ook gewoon meer hoppers gezet aan die Falkers, omdat ze toch wel de hele tijd vol zitten. Maar dat kunnen we misschien inderdaad wel automatiseren. Hebben we trouwens iets van een trashcan? Bestaat dat in het spel? Ja, volgens mij wel. Nee, je hebt een garbage thief, maar volgens mij haalt die gewoon echt al je nutteloze blokken eruit. Dus ik zou... Het zou wel handig zijn, want af en toe heb je gewoon echt één zo'n dingetje waar je niks mee doet. Maar wel één ding die heel belangrijk is bij die Organic Recombiner, is dat je kunt dat spul niet zomaar in hoppers stoppen. Want dan spoilt het. Dat hebben we ook vast ook wel eens gezien. Dat je spoilt ook. Ja, alles spoilt. Nee. Ja, maar daarom heb je daar speciale hoppers voor. Oh, oké. Okay. Cryo hoppers heten die volgens mij. Ik weet niet of we die al ontwikkeld hebben. Denk het niet. Of wel? Jawel, cryo hoppers staat er. Kost 128 crystal deposit en een storage hopper. En ik kan maar 50 materialen. Maar die vriezen. De materialen die erin zitten. En daardoor spoilen ze dan niet meer. Ja. En true. Daarmee moet je dus dat systeem dan opzetten. Ik weet eigenlijk niet of Recombined Organic Matter ook kan spoilen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar misschien is dat iets wat we moeten testen. Ja, inderdaad. En... Maar anders dan moeten we gewoon een crafting table daarachter zetten. En dat hij dan het gelijk omzet naar een pristine. Naar zo'n pristine iets wat we willen maken. En dan gaat hij dat gewoon automatisch doen. En dat is prima. Do not worry about it. Dus oké, wat hebben we nodig? We hebben volgens mij heel veel crystal nodig. Want ik wilde eigenlijk dat recombined. Wat is het? Organic met organic reassembler bouwen. Maar daar heb ik nu al niet meer genoeg crystal voor. Nou, ik heb 1,9k, maar dat is ook mijn laatste. En op dit moment krijgen we dat niet meer binnen. Dus dan moeten we ook gaan opzetten. Nou, jij kan het dus wel even maken, als jij dat nou doet. Maar hoe komen we dan aan de stroom? De stroom? Wat bedoel je? Nou, ik dacht dat het heel erg veel stroom ging kosten. Ja, klopt. Maar we kunnen toch gewoon dat hierboven neerzetten. En dan kunnen we stroom gewoon uit de lucht halen. Uit de lucht? Pew, pew. Ja, van de zon bedoel ik. Nee, de lucht zou eigenlijk eerder een windmolen zijn, maar nee. Maar hoeveel kristal heb je nodig? Want dan kan ik je wel even aanleveren. Nou, ik heb gewoon alleen zo'n dingetjes nodig. Oh, ik krijg het gewoon van jou. Relaxed. Ik pak ondertussen alvast zo'n PCB die ik nodig heb. Dat zijn deze, geloof ik. Oké, dit is in ieder geval een beginnetje. Organic Reassembler. Craft. Ik ga gewoon even kijken hoe dit eruit ziet. Blammo. Dit is het. Hoeveel power kost dat per seconde? Hij wil 64 pps. Oké, dat is echt heel weinig. Maar die cryo-hoppers, die gaan dus het probleem zijn volgens jou, toch? Klopt dat? Ja, volgens mij. Nou, op zich, 64 is het gewoon wel te doen. Maar als je natuurlijk een paar hoppers gebruikt en die vragen volgens mij ook wel echt zoiets, dan... Ja, maar volgens mij hebben we helemaal niet zo heel veel van dat Crystal Deposit spul. Dus, zoals ik het nu zie... Nou, je hebt toch in principe maar twee cryo-hoppers nodig. Dus dat op zich valt het ook wel mee. Daar goed power heen voeren en dan gaat het wel. Ja, ik doe het gewoon hier. Ik doe het even cheaty. Ik ga het straks wel netjes oplossen. Maar ik maak het gewoon eventjes lelijk. Omdat ik weet dat ik er toch wel bij jou mee wegkom. Nou, we zijn met zoveel herorganisatie van onze basis bezig op dit moment dat het af en toe moet het gewoon eerst even slordig. En het moet vooral eens werken, dus het moet toch echt eerst een testproject worden. Precies. Staat hierbij, even kijken, staat hierbij ook hoeveel deze aan power kost? Nee, niet echt. Maar zodra deze batterijen vol zitten, gaat hij volgens mij vertellen hoeveel stroom die gebruikt verder. Deze buffer zit volgens mij vol, dus dat is goed. En deze zegt... Oh, die cryo die kost steeds minder aan de hand van... hoe heet het? Als die kouder wordt... Het koud maken van dat ding, dat kost...
Nou, is het afkoelen kost wel tijd, maar om het constant houden is te doen, nou, dat is op zich wel mooi. Ja, want tijdens dat net zat hij op 64 pps, power per second, en nu zit hij al op 50, dus... Nou, maar hij blijft volgens mij rond de 50 gaat hij blijven hangen. Ah, oké, nou ja, dus dan... Dus dat betekent dat het hele setje, even kijken, 64 en 50, dus dat is net iets meer dan 100. En we hebben hier een Mark 1, of een Mark 3, Mark 1, pauper. Pauperlasers. Ja, okay, dat klopt ook wel. Iets meer dan 100. Het wordt nog steeds minder. Klopt dat? Ja, kennelijk. Oh, maar deze staat ook nog niet aan. Oké, wacht. Als ik de statistiek even reset. Hoeveel doet hij nu? Ja, hij doet ongeveer die 50. Rup, die hiervan. Of die, nou ja, zeg. Maak even een zin, joh. Dit gaat even naar remove only. Blup. De 50 van die Creo Hopper en niet die... En de, hoe heet het? Die Organic Reassembler, die doet toch niks. Kijk, volgens mij die Pristine Matter, ik weet het niet. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon eventjes, bij wijze van experiment, gaan we gewoon één zo'n unit bouwen. Dan gaat, als het goed is, gaat dit, kijk, de average power transfer gaat enorm hoog. Ik weet niet eens waar jij dat opgezet hebt. Ja, ik ben het achter die dozen waar al die... al ons planmateriaal in zit. Dan kan ik er goed bij. Dan hoef ik ook dus zeg maar niet het helemaal op te zetten en te automatiseren. Ja, oh, dan stel je de stroom even van onze... Ja, van het laboratorium. Want het laboratorium hebben we volgens mij toch niet meer echt nodig. Nope. Dus dit is nu bezig. Dit is ook bezig. Het kost 280 seconden. Oké, dan moet je dan wel wat groter gaan opzetten op een gegeven moment, maar... Ja, helaas. 5 minuten per unit, dat is echt wel hard werken. Dat is inderdaad echt wel hard werken, maar dat betekent dat je dus meerdere van die organic reassemblers moet hebben eigenlijk. Zal ja, ik? Maar die zou je dan wel op een losse cryohopper kunnen aansluiten. Op 1 zou je best meerdere kunnen zetten. Op een losse cryohopper? Ja, zeg maar, die cryohoppers die kosten nu zoveel crystal. En dan de rest, precies. Dus dat zou... Nou laten we dat gelijk even doen. Nee, laten we dat straks doen. Dat is prima. Gaan we daar even iets slims voor verzinnen. Dat is best wel moeilijk om on-camera te doen. Vind ik toch wel. Ja, maar in ieder geval, het idee is duidelijk. En op deze manier kun je dus gewoon echt heel veel typen van die... toch van die endgame organische componenten maken. Dus dat is echt wel heel relaxed. Ja, want die... Hoewel sommige wel echt heel duur zijn. Volgens mij zo'n massive Saturday kost volgens mij echt 75 van het spul. Serieus? Ik heb er dus net eentje gevonden, dus daar ben ik echt dan heel blij mee. Dat zou je dan ook moeten kunnen zien, toch? In welke categorie vallen al deze dingen hier? Dat niet al, is het handcraft zijn? Ja, al die dingen zijn handcraft, wat heel raar is. Het kost inderdaad 75 van die dingen, dat is echt insane. Dus de truc is nu, zorg dat we vet of van die ruined spullen krijgen. En ga dat allemaal afvoeren. En gaat automatiseren. Dat is dan ook weer een ding. Ja, die velkers die moeten waarschijnlijk gewoon een lopende band krijgen om gewoon alle velkerspullen af te voeren. Ja, en ik denk niet dat het spul spoilt als het op een lopende band ligt. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Want het is ook best wel bizar dat het spoilt niet in een gewoon kistje. Dus als je organisch materiaal in een kistje stopt, dan werkt het, dan blijft het gewoon goed. Maar als je het in een storage hopper stopt, dan gaat het helemaal mis. Dat is inderdaad zo klaar. Oké, dus dit moeten we eventjes netjes opzetten. Weet je wat, laten we even dat gaan doen. Om hier iets slims voor te verzinnen. En dan komen we zo terug. Oké, man, ik heb het geïnstalleerd. Het ziet er nu slik uit. Kijk, dus hier een plusje gemaakt. Lekker simpel. 2 hoppertjes. Misschien moet ik daarover oordelen, maar... Voor nu mag het. Doet wat het moet doen. Niet haten. En ik krijg dus hier die Recombined Organic Matters uit. Nou, ik heb er nu 4, dus ik kan nog niet eens... dat zou 1 pristine stinger moeten zijn, dus dat is niet zoveel. Dus dit moeten we nog wel wat verder gaan automatiseren. Maar als ik nou hier kijk naar hoeveel we hebben, dan is hier... wat is het? 100... 2... 3... 4... 4,5... 5. Oh, die vergeten. 6. We hebben nog 600 van die ruined dingen ongeveer. Misschien iets meer. En dat is over de hele tijd dat we spelen. Ik weet niet hoor. Maar dat betekent dus dat we
60 van die Recombined Matters kunnen hebben. Dus we kunnen minder dan 16 van die pristine dingen bij hem houden. Ja, we moeten nog even heel wat beter gaan gatheren dan van die andere spullen. Ik denk dat, ook, dat we dat niet voldoende gedaan hebben, hoor. Dat is wel een goede tip. Zorg dat je je Velcors en zo op orde hebt. En dat je flink vaak wordt aangevallen. Dat je alles oppakt. Maar ja, laten we even kijken wat jij allemaal ondertussen gedaan hebt. Want we hebben het alleen maar gehad over wat ik allemaal aan het regelen ben geweest. Ja, ik ben natuurlijk... Dit heb je gemaakt. Al deze heb je uitgegraven. Oh, dit verdieping is... ja, dit gaan we zo even laten zien. Of we kunnen het eigenlijk nu wel even doen. Er moet even stroom heen, dan kunnen we direct los. Hier zit nog wel ergens een zonnecel. Maar zo. Bzinga. Ja, dit gaat niet het meest snel, denk ik. Want zoveel power is dit nou ook weer niet. Misschien kunnen we nog wel ergens... Oh, hier. Hier is ook nog ergens een verdwaalde laser. Oh ja, maar die gaat er doorheen. Dus dat gaat me heel even goed. Maar die kan nog wel even mooi hier wat power in gooien. Voor meeduwen. Ja, ik ben een soort van stadion aan het bouwen. Dat zal ik je nu laten zien. even kijken. Ik ga er hier even wat van deze dingen in gooien. Oh. En met deze dingen bedoel ik lopende banden. Oké. Aha, dit zijn die autobuilders. Die hebben we nog nooit gebruikt. Nee, ik moet nog even naar de andere kant. Cool. Oh, toen waren we lopende banden op. Ja, dat is dan weer wel zo'n dingetje, maar dan laatste moeten we nog even op straat wachten. Ik heb nog wel een paar lopende banden. Niet te veel, maar... Hier moet iets erbij. Ja, en volgens mij hier ook. Nou, ik denk dat het voor de rest toch... Ze moeten in ieder geval niet full. Want dan gaat niet full? Nee, want dan gaat hij er 100 bouwen en dat ding blijft gewoon doorbouwen. Ja, maar ik hoop eigenlijk dat hij dat nu niet doet, want aan de overkant zitten ze al, maar... Waarom doet deze het niet? Want ik krijg geen stroom. Oh, dit zit niet goed aangesloten. Kijk. Klaart een hoop. Dan zetten we hier nog even zo'n dingetje in. Zo dan. Je moet de derde moet je al bijna stoppen. Ja, haal het er maar gewoon uit. Dan doe het laatste stukje met hand wel. Het had niet gevolgen moeten, want ik had het Sorry. Heb je het nou eruit gehad? Maar ik had het... Want hij houdt houdt nu op met bouwen. Yes, dat hoopte ik al. Want ik denk, als ik hem nou op een lopende band laat eindigen in plaats van op een blok waar hij wel doorheen kan, dan stopt hij misschien wel automatisch. Nou, dat doet hij dus. Mooi. Oh nee, het is wel een klein beetje doorgegaan, zie ik nu. Nou, maar daarachter, ja. Oh, oeps. Ja. Nou. Gewoon slopen. Ja. Ah, dat komt wel goed. Dat ruimen we zo wel op. Maar zoals je kunt zien, komt hier een hele grote cirkel van lopende banden. Nice. Dat vind ik echt heel cool. En, het is ook gewoon al bijna af. Wauw. Ja, dat was de ene laatste. Ik was, ik heb niet stilgezeten. Goed, ik heb ook een berg weggetoverd, overigens. Ja, ik had het al gezien. Dat is, als je buiten staat, dan kun je dat heel goed zien. Het meeste alleen, van dit... Nu niet naar buiten, maar oké. Het meeste van dit uitvraaggraven is met van deze mooie ronddraaiapparaten gebeurd. Maar waarom denk je nou, oké, leuk van die lopende banden, maar waarom doen we dit nou? Nou, het idee is eigenlijk... We hebben dan een leuke ooropslag en die gooien we de hele tijd helemaal vol met bars. En vervolgens willen we dingen maken en dan halen we het uit de opslag en dan gaan we dingen maken. En dat is natuurlijk vet inefficiënt, want dat is super vaak klikken en daar houden we helemaal niet van. Nee, waarom hebben we dat nou nog niet geautomatiseerd? Klikken. Gelukkig ook al een beetje. Maar het zijn er 7 en zoals je weet hebben we ook 7, nou op dit moment 7 hoofdmetalen. En eigenlijk krijgt elke... Deze cirkel, of dit stadion, wordt eigenlijk gewoon gevuld met alle metalen. Dus we krijgen zo gewoon een ronddraaiende cirkel van al onze metalen. Ja. En als je dan iets wil automatiseren, nou, dan sluit je het gewoon aan op deze baan. Voordat het naar de opslag gaat. Dus dat betekent dat alles eerst afgevoerd wordt en dan gebruikt wordt. Dus we maken bijvoorbeeld koperen platen, we maken koperen draadjes. En pas daarna gaat het naar de opslag. En als je dan koperen draadjes nodig hebt, kun je ze gewoon pakken. Nou, hetzelfde dan voor meer advanced materialen, zoals bijvoorbeeld die alloyed blocks die we tegenwoordig moeten gebruiken. Of ja, precies. Echt het... Vet, man. Compleet opnieuw indelen van de basis gaat hier waarschijnlijk aan de grondslag liggen, maar dat komt goed. Dit is wel echt heel vet, ja. Dit is echt heel vet. En waar komt het, waar is het begin? Hier is het begin. Nou, op dit moment is er nog geen begin. Ik ga gewoon eerst een rondje maken en dan moeten we even kijken hoe het... want in principe moeten we natuurlijk... We hebben onze smelterij nu, vanuit onze mijnkarretjes. Nou, en die moet het eigenlijk gewoon hier naartoe afvoeren. Dus hoe we dat helemaal gaan aansluiten, dat moeten we ook nog even bekijken. Moet hier maar dat gaat... Ongeveer vanaf hier moet het aangesloten worden. Ponk.
Hier zo ongeveer, gokje. Ja, maar misschien ga ik gewoon sowieso wel de hele smelterij van de mijnkarretjes naar beneden halen. Zodat dat zich allemaal hier organiseert. En dat we die verdieping hierboven voor de apparaten kunnen gebruiken. Dat moeten we nog maar even kijken. Oh, en dat je het naar boven laat komen. Ja, dat kun je natuurlijk ook nog doen. Ja, oh, ik dacht dat je eigenlijk het apparaat hier in midden wilde zetten. Ja, misschien kan het ook wel, ja. Het is handiger natuurlijk om onderin, zeg maar, helemaal onderin heb je de ertsen. Die zitten nog in de rotsen. Dan naar boven, dan krijg je, zeg maar, de smelterij. Dan wordt ertsen. En dan, zeg maar, afhankelijk hoe meer je naar boven komt, hoe meer het af is, zeg maar. Dat zou wel een logisch patroon zijn. Anders dan ga je eerst het erts helemaal naar boven. En dan ga je de bars weer naar beneden. En dan gaat het zo heen en weer. Je hebt wel gelijk. Een smelterij zou hier wel goed op zijn plek zijn. Wat is dat? Oh, nou, dan gaan we die gewoon tegen die tijd wel naar beneden verplaatsen. Dan kunnen we ook direct het sorteersysteem wat nog wat groter opzetten. En dan wordt het denk ik allemaal net wat cleaner. Ja, man. Zo, maar dit is wel echt een high-level project wat we hier aan het bouwen zijn, zeg. Man. Nou, er waren ook al een paar kijkers die zeiden, hey, misschien moet je alle spullen wat meer bij elkaar gaan zetten. Dit is wel echt een stap in die richting, dus. Dit is een stap in die richting, dus ooit is het af. Laten we het daarop houden. Ja, vet, man. Nice. Ik denk dat we het wel gaan doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik vind dat het wel een mooi geheel is geworden. Soms dan gaan we een beetje van alles doen, maar nu is het echt van... Bam, we hebben die pristine, Organic Reassembler hebben geregeld. Yep. We hebben wat wiskunde gedaan. Vliegtuig uitgegraven. Ik wilde nog net zeggen, we kunnen nog even kijken naar het vliegtuig. Kunnen we ooit nog een museum van bouwen, zoals oorspronkelijk het idee was. Het zijn helemaal gebogen lijkt wel. Of is dat gewoon het ontwerp? Ik denk dat hij gewoon geknikt... Nee, dat is een staart. Misschien is het ook gewoon geknikt. Gesmolten door de warmte, denk ik. Anyway. Hey, hij doet het in ieder geval niet meer. Nee, deze is laten we het daarop houden. Maar ja, ik hoop dat je het leuk vond. Laat alsjeblieft een like achter. Heb je nog meer tips? Ja, we luisteren dus. Kennelijk. Sarah in ieder geval. Ja, ik luister ook. Ik lees ook tips. laat het weten in de comments. En ik hoop je allen te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!